Dag Fred. Dag Hans. Leuk om je hier midden in het centrum te ontmoeten. Ja, zeker. Hartstikke leuk. Je hebt deze plek zelf gekozen, hè? Ja. Centrum is voor jou van bijzondere betekenis. Vertel eens. Ja, ik ben geboren in het centrum. Midden op de knoop van de historische as en wat ze tegenwoordig economische as noemen. Daar heeft mijn wieg gestaan. Daar ben ik opgegroeid. Basisschool gedaan. En daar heb ik natuurlijk ook als jonge jongen kattenkwaad uitgehaald. Op de Burgakker en hier bij de Zwaanse Brug. In een periode dat hier nog gewoon het vrachtverkeer reed. In twee richtingen door dit smalle stukje. Bij waar nu de HEMA zit, waren trottoirs. Nou, je kon het amper trottoir noemen. En daar moesten wij maar zien te verblijven. En ik ben toch groot geworden. Ik ben toch oud geworden. Fred, dit was dan de bottleneck hier, hè? Hier kon je niet lopen vroeger. Nee, nee, waar ik nu loop, dat was... In mijn jeugd onmogelijk. Hier reden auto's op en neer. Er was een trottoirtje van, ik denk, 3 stoeptegels. Er waren hier toch wel de winkels waar het om ging. Speelgoedzaak, kledingzaak, dat was allemaal hier. En ja, in die periode was het heel gevaarlijk. Tot mijn 10e jaar reden hier dus de vrachtwagens naar het industrieterrein. Zijn er helaas ook mensen overleden als gevolg van verkeersongelukken. Heb je dat wel eens gezien trouwens? Ik heb dat gelukkig zelf niet gezien. Maar dat is iets wat je niet wil. En zoals je nu merkt, verplaatst het probleem zich. We krijgen steeds meer beweging. En ja, dat wat ik daarover mee heb gekregen in mijn jeugd, ik zal er alles aan doen om te voorkomen dat het is. En dat is ook de aanleiding geweest waarom ik uiteindelijk verkeerskunde ben gaan studeren. Ja. Is misschien wel leuk om te vertellen. Verkeer heeft altijd mijn belangstelling gehouden. Omdat je daar iets mee kunt. Dat kun je beïnvloeden. We willen allemaal graag van A naar B. Maar in mijn opleiding heb ik geleerd dat je door je gedrag bepaalt hoe je dat doet. En daarom heb ik ook hier de basis gevonden voor wat ik uiteindelijk ook doe. In de praktijk, nu, in elke dag. Nou is verkeer een van de belangrijke thema's. Ja. Dus je bent natuurlijk... Is dat ook de reden geweest dat je nu als lijsttrekker bent aangetreden? Ja, dat is een van de belangrijkste dingen waarom ik gezegd heb... Dat we even hier stilstaan. Waarom ik heb gezegd, ik ga ervoor. Ik wil iets betekenen voor Bokstel. Ik heb al jaren gewerkt in dat vak. Ik heb daar kennis en kunde mee opgedaan. Ik kan daar iets voor betekenen. Bokstel heeft het echt nodig. We hebben hier tal van vraagstukken die gaan over verkeer en vervoer. En daar zullen we iets mee moeten. Kijk, we hebben daar hier heb je een collega van jou, hè? Een motorrijder waarvan ik denk, hier hoort hij niet. En met zo'n lawaai is het ook beter om ergens anders te rijden. Nou staan we hier stil. Dit is het huis waar je geboren bent volgens mij, want hier zat slagerij Van Nistelrooy. Hier stond mijn wieg. Wij hadden een winkel, die was ik denk 10 meter diep. Daarachter was ons woonhuis en daar weer achter was de werkplaats. En als mijn moeder moest bevallen, en dat heeft ze 7 keer gedaan, stond het kraambed in de huiskamer tegen de muur aan van de winkel. En tot te lang heeft mijn moeder ervoor gezorgd dat ze in de winkel kon helpen. Dan gauw even bevallen. Een weekje herstellen. En dan moest het door. Want in die tijd was dat gewoon nodig om de boel te draaien. Nou, hier heb ik dus mijn geboortegrond. Heb jij er zelf iets van meegekregen dat dat allemaal zo ging? Merk ja, je dat? Ik ben de op één na oudste. Daar heb ik natuurlijk zelf niks aan meegekregen. Maar toen mijn jongste zus geboren werd, toen werden wij buiten de kamer gehouden. Mochten wij in de keuken zitten, dat was weer een hokje verder.
En ja, op enig moment hoorden we een baby huilen. En dat is natuurlijk wel heel mooi. Toen was ik 6 jaar of zo. En dat weet ik nog wel, dat moment. Dat is wel heel bijzonder. We staan hier bij de Petrusschool. Ja. Toen nog lagere school genoemd. Dat is het begin van je carrière geweest. Vertel eens, hoe is dat gegaan? Ja, hier is het begonnen met leren. Hierna heb ik de Brabant HAVO gedaan. En zoals ik al zei, ik heb veel betrokkenheid bij verkeer. Toen ben ik de Verkeersacademie in Tilburg gaan doen. De Verkeersacademie die heeft mij van alles geleerd over hoe verkeer nou in elkaar zit. En daar heb ik de rest van mijn leven ook veel tijd aan besteed. Toen ben je verkeersdeskundige geworden. En toen, want je bent programmamanager geworden, geloof ik. Wat is dat eigenlijk? Uiteindelijk, ja. Ik ben begonnen bij de Nederlandse Spoorwegen. Daar heb ik een blauwe maandag gewerkt. Toen ben ik naar Rijkswaterstaat gegaan. Eerst in Den Bosch en daarna in Den Haag. Daar heb ik heel veel gedaan met verkeerssimulaties. Modellen om te kijken van... Hoe druk wordt het nou ergens als je een straat aanlegt of als je een straat afsluit? Wat doet dat met het verkeer? Hoe zoekt het verkeer zijn weg? En verkeer is net als water. Op het moment dat je ergens een vernauwing maakt, dan komt daarachter een opstropping. Nou, zo heb ik dat in mijn leven gedaan. Vanuit Rijkswaterstaat ben ik naar de provincie Limburg gegaan. Heb ik 15 jaar bij de provincie Limburg gewerkt. En daarna ben ik naar de gemeente Tilburg gegaan. Daar ben ik eerst afdelingshoofd geweest en daarna heb ik me ingezet voor de gebiedsontwikkeling van de binnenstad, de spoorzone en inmiddels ben ik programmamanager voor de openbare ruimte. Maar dan heb je ontzettend veel ervaring op het gebied van verkeer en spoor. Nou, komt dat aardig overeen in Boxtel. We hebben hier de ambities met dat PAS, ja. Met alle consequenties van het verkeer hier in Boxtel. Denk even aan de Baroniestraat, denk even aan de noordelijke ontsluitingsroute, denk even aan de verbreding van de Kulsebaan. Denk even naar heel veel thema's die op dit moment grote problemen zijn. Ga jij die oplossen? Nou, weet je, mensen hebben behoefte aan duidelijkheid. Verkeer gaat helemaal niet over wegen. Verkeer gaat over mensen en over mentaliteit en over gedrag. En dat gedrag is iets waar we het met elkaar over moeten hebben. Als mensen duidelijkheid hebben, dan kunnen ze ook begrijpen waarom je sommige keuzes moet maken. We kunnen niet overal met de auto komen en altijd met de auto komen. We kunnen niet overal fietspaden aanleggen en wegen aanleggen en dat allemaal tegelijk. Dat gaat niet. Dus daarin evenwicht zoeken, dat is de uitdaging. En daar ga ik in de komende 5 jaar, als de kiezer mij daar de ruimte voor geeft, Boxtel een enorme zet in geven om duidelijkheid te krijgen over de verkeersoplossingen. En natuurlijk, wat kan, dat gaan we ook meteen doen, want er zijn vraagstukken die wachten niet totdat het college weer een verkiezing uitschrijft. Nou is het zo dat we daar al jaren mee bezig zijn. Ja. Hoe ga je dat dan doen? Ik ga het verschil maken door de keuzes die voorliggen ook af te ronden. Als je een eindplaatje hebt en je weet waar je naartoe wil werken, kun je alle stappen die nodig zijn om daar te komen ook samen zetten. Natuurlijk heb je daar de steun van nodig van de gemeenteraad. En dat is waarom ik mij daarvoor inzet. Om te zorgen dat we met de gemeenteraad eenduidig en duidelijke keuzes maken die ook vasthouden en ook uitvoeren. Haalbare doelstellingen, af te spreken resultaten en daar mag je mij op afrekenen. Nou vind ik dat heel mooi gezegd en ik zit dan toch even met een punt. Je bent voor het eerst lijsttrekker. Je hebt ook nog geen ervaring, nog niet, in de raad. Ik snap dat je die op moet doen. Hoe denk je dat dan te bereiken? Want met zonder ervaring denk ik dat het heel lastig is met zo'n college te werken. Nou, om te beginnen is het zo dat mijn ervaring ook gebaseerd is natuurlijk op datgene wat ik in de gemeente Tilburg heb ervaren. Ik heb daar vele gemeenteraadsvergaderingen deelgenomen. Ik heb in vele commissies, weliswaar aan de andere kant van de tafel, als deskundige informatie gedeeld met de raad. Ik ben in discussie geweest met de raadsleden over de inhoud van de onderwerpen. En ik heb dus daarmee meer dan voldoende ervaring van hoe dat zich afspeelt. Ik heb natuurlijk ook meerdere keren de gemeenteraad in Boxtel bezocht. Dus ik heb een beetje beeld gekregen van hoe de verhoudingen hier zijn. En ik denk dat ik met mijn kennis en ervaring, ook al heb ik feitelijk nog niet in de gemeenteraad van Boxtel gezeten,
toch een belangrijke bijdrage kan leveren aan het proces. Snap ik, maar Inbox zat nu in het college. Wil jij Herman van Wanrooy op gaan volgen? Misschien een andere inhoudelijke rol? Herman is nu wethouder namens Inbox. Daarmee is het college natuurlijk bezig om het collegeprogramma in te vullen. En Herman is iemand die daar ook heel nadrukkelijk voor gekozen heeft. Ik ben wethouder en ik ben niet Inbox. Ik vind ook dat de problemen, die vragen nu om een collectief. Ja, maar ik bedoel, wil jij wethouder worden? De antwoord is ja. En als je dat niet wordt, ga je dan als fractielid voorzitter zitten? Ja. Ik snap niet eens dat daar twijfel over is. Hoe vind je dat andere dan wel zo is? We zijn bezig met een gemeenteraadsverkiezing. Een gemeenteraad, dat wil zeggen dat de burger kiest de leden van de gemeenteraad. En natuurlijk, in de fracties wordt ook gekeken wie zou namens ons, als we voldoende steun krijgen, het wethouderschap kunnen invullen. Maar het is een gemeenteraadsverkiezing. En ik vind het dus principieel, en dat heb ik ook al eerder uitgedragen, dat als je je beschikbaar stelt als kandidaat voor de gemeenteraad, dan doe je dat dus omdat je daarin wil gaan zitten. En of je nou lijsttrekker bent of nummer 8 op de lijst, daar gaan de verkiezingen over. Maar dat neemt niet weg dat als Inbox mee mag doen met de college, dat ik de kandidaat ben voor het wethouderschap. Duidelijk, dankjewel. Fred, tot voor kort was u de grote onbekende in Boksel. Nu ziet iedereen honderden posters van je hangen op lantaarnpalen. Hoe is dat voor jou nu? Ja, dat was wel even schrikken. Ik was de grote onbekende. Ik kon lekker anoniem door het dorp. Of ik nou op het terrasje zat of niet, ik kon daar rustig mijn kopje koffie drinken. En inmiddels herkent iedereen mij, alsof ik al gekozen ben. Dat zou fijn zijn, maar dat doet wel iets met je. Het is wel even zoeken van hoe moet ik daar nu mee omgaan. En ik vind het wel heel mooi, want dit is wat ik graag wil zijn voor de gemeente Boksel. Iemand die iets kan doen voor dat dorp, voor dat mooie dorp, met alles wat daarbij hoort. Mogen de mensen jou, als straks de posters weg zijn, ook nog steeds vragen stellen? Ja, ik ben hopelijk dan gekozen als gemeenteraadslid. Hopelijk ook met voldoende mogelijkheid om in het college deel te nemen. En ik blijf gewoon Fred. Als je een vraag hebt, ik ben benaderbaar. Als ik niet hoor wat er leeft, kan ik ook niet werken aan een oplossing. Fred, je komt op de motor hier binnen. Ja. Is dat een hobby van je? Ja, motorrijden is een van mijn hobby's. Hoe lang al? Ik denk dat ik vanaf mijn 19e mijn motorrijbewijs heb. Wat voor soort motorrijder ben je? Ik hoor wel eens mensen zeggen, mooi weerrijder of iemand die naar zijn werk gaat elke dag met een motor. Ik heb in mijn jonge jaar dagelijks motor gereden. Dan heb ik continu het gebruikt als vervoermiddel. Inmiddels ben ik wat meer recreatief en ga ik met een groep vrienden op pad. Soms alleen een dag, soms een paar dagen. Dat ligt er een beetje aan. Dan zoeken we de Eifel op of Limburg. Of we blijven ergens in de camper rondrijden. Dat is hartstikke leuk. Ook langere vakanties, dus dat je een paar weken weggaat? Nee, dat doen we niet. Nee, het is echt korte. Zeg maar weekendjes hooguit. Leuke hobby, denk ik. Ja. Heb je nog meer hobby's trouwens? Ja, ik heb tal van hobby's. In elk geval hobby's gehad ook. Ik heb altijd gehockeyd bij MEP. En toen ik in Maastricht woonde bij de Maastrichtse hockeyclub. En in Den Haag bij de Haagse hockeyclub. Groen-geel heette dat, geloof ik. Dus ik heb altijd wel bij sportclubs gezeten. Ik heb ook paard gereden. Ik heb bij het honkballen geweest en ik doe vooral heel veel voor het jeugdcarnaval. Ja, ik zie je wel eens voorop lopen bij de jeugdcarnaval. Ja. Wat doe je daar dan? Ja, als je mij bij de jeugdcarnaval ziet, de meest opvallende plek is bij de jeugdoptocht.
Ik ben, zoals je weet, met verkeer bezig. En bij de jeugdoptocht ben ik verkeersregelaar. Samen met een tiental andere vrijwilligers. En leiden wij de optocht. En zorgen we dat we veilig van de markt bij de kwekpoel komen. Ja, verkeer is echt een rode draad door je leven. We zijn hier bij Boseind. Ja. We hebben het al gehad over het verkeer een beetje. Dit is een van de knelpunten. Ja. Wat ga jij doen aan dit knelpunt? Ja, weet je, dit is de plek waar de Kulsebaan ophoudt. En waar eigenlijk ook een beetje de plannen ophouden. Terwijl hier heel veel gebeurt. Hier heb je de ontsluiting van het industrieterrein. Hier heb je de plek waar Lennersheuvel aanhaakt. En dat betekent dat je hier, als je meer verkeer gaat krijgen, omdat dat past, dat je het ook veilig moet organiseren. Nou, en daar zijn meer mogelijkheden voor. Alleen de mogelijkheden van Bokstel zijn natuurlijk redelijk beperkt. We hebben niet zoveel geld. Dus we moeten kijken naar hoe kunnen we de opgave, een veilige aansluiting, hier goed realiseren. Maar dat vind ik wat vaag. Maar wat zou hier dan moeten gebeuren? Wat zou jouw oplossing zijn om het knelpunt hier op te lossen? Zoals ik al zei, er zijn meerdere oplossingen. Maar ik denk dat op dit moment, gegeven de portemonnee van de gemeente Bokstel, een groot kruispunt met verkeerslichten de allerbeste oplossing is. Dat kan veilig, met goede doorstroming en helder en begrijpelijk voor iedereen. Duidelijk en met durf. Eén ding. Als jij als wethouder wordt gekozen, stel dat Inbox je in de raad kiest en dat je gekozen wordt als wethouder. Ik word gekozen als gemeenteraadslid. Als gemeenteraadslid en je wordt wethouder. Stel. Nou, je wordt gekozen voor 5,5 jaar. Wat moet er minimaal gerealiseerd zijn om tevreden terug te kijken? Ik wil dat we dan een Bokstel hebben waarin het verkeer snapt waar het zich mag verplaatsen en bewegen. Dat we veilig op de fiets naar het centrum kunnen en als we moeten ook met de auto er kunnen komen. Maar dat mag misschien op een ander moment. Dat hoeft niet elke minuut van de dag. Dat we voldoende woningen hebben voor senioren. Dat ze kunnen wonen waar het moet. En dat we een begin hebben gemaakt met een duurzaam Bokstel waarin ook onze voedselvoorziening goed is geregeld. Als je nou ga ik het toch even vragen hoor. Als je nou hieruit het meest dominante punt haalt, wat is dat dan? Oplossing voor het verkeer. Dankjewel. Graag gedaan. Dit was het. Ik vond het erg leuk om met jou hier een gesprek te hebben. Hier en in het centrum. Ik wens jou heel veel succes met de verkiezingen. En ik denk tot ziens. Ja, jullie ook bedankt voor de gelegenheid. Ik vind het fijn dat Omroep Dommeland deze kans biedt. En heel veel succes met de rest van de programmering. Tot ziens. Hoi.